Hoi, hoi, welkom bij alweer week 5 van de Sims 4 Heinz Hulpjes Challenge. Het is bijna klaar. We hoeven nog alleen deze nog en dan week 6. En aan de ene kant vind ik dat jammer, want ik vind het wel leuk om echt die gameplay te spelen met al die kleine uitdagingjes tussendoor die je al moet doen. Maar aan de andere kant kijk ik ook wel naar uit dat ik klaar ben met deze challenge. Want inmiddels is de Sims 4 Leven en Dood natuurlijk uitgekomen. Ik heb ook een code, maar ik heb er dus voor gekozen om deze nog niet te installeren. En het leek me namelijk wel leuk om eerst deze challenge uit te spelen. En dan hem in één keer door te rollen naar de Sims 4 Leven en Dood. Dus laten we gewoon meteen beginnen met week 5. Want dan kan ik daarna snel beginnen aan dat nieuwe pack. Heinz Hulpje week 5. Er blijft nog één ingrediënt over. Een jeugddrankje. Je hebt de vreemdheidspunten nodig om er een te bemachtigen. Dus voltooi de missies, een inspirerend drankje en kundige kok om het laatste geheim van Ambrosia te ontdekken. Goedemorgen Willow. Jij mag plassen. Jij mag douchen. En daarna mag jij gaan eten. We hebben inmiddels natuurlijk week 5. Nieuwe opdrachten. We moeten weer wachten op de Society nieuwsbrief. We moeten een jeugddrankje kopen. We moesten ook een wens voltooien. Dat is al gebeurd terwijl ik bezig was met het begin van het spel. Dus de wens heeft ze al voltooid. Wat is goed uitkomt voor het jeugddrankje? Want dat moeten we dus in de beloningenmarkt kopen. En we hebben op dit moment 860 punten. Een jeugddrankje is... Kan ik gewoon selecteren? Ja, drankjes. Een jeugddrankje, drankje, 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 drankje. Oh, wat is dit? Heilige kaarsen kunnen Sims in de buurt kalmeren en boze geesten afwerken. Oké. Okay. Jeugddrankje, 1500 punten. Dus we hebben nog niet genoeg punten om die te kopen. Daarom moeten we dus nu meer gaan focussen op haar wensen. Ze heeft op dit moment naar een koopprogramma kijken. Nou, die gaan we even vastpinnen, want dat is weer goed voor die vaardigheden van haar. Ze heeft ook honger. We zitten met culinair koken op 6 en gewoon koken op 7. Laten we even gewoon koken doen dit keer. Nee. We gaan geen klikje pakken. Dat wil ik niet. Ik wil namelijk dat je aan je skills gaat werken. Dus wij gaan gewoon iets maken. Wat is dit? Japchae. Noedels gemaakt van zoete aardappelzetmeel met groente en vlees. Meestal als bijgerecht. Oké, okay. Niet echt ontbijt, hè? Laten we dan eier op toast doen. Dat vind ik iets meer een ontbijtmaaltijd. Kijk. Oh! Ik denk dat dit nieuwsbrief er is. Ja. Ja, lach maar. Bijna het huis in de fik. Nou, dit gaat wel soepeltjes. Begin was even niet zo soepeltjes, maar nu gaat het soepeltjes. Wil ik eigenlijk, als ze klaar is, dat ze dan achter de televisie... Ga maar hier zitten en eten. Nee, nee, nee. Sims, jongen. Ja, neem je bord mee. Neem je bord mee. Goed zo. Dan kan je namelijk tegelijkertijd naar dat kookprogramma kijken. Dan halen we die namelijk. Puntjes erbij. Ze wil iemand opbellen. Met de telefoon kunnen we wel doen. En ze wil praten over koken. Dat kunnen we vast ook wel doen. Wie gaan we opbellen? Jou kunnen we niet gewoon opbellen, nee. Wie zullen we eens bellen? Ja, die en die bellen mij de hele tijd. Dus we kiezen even lekker iemand anders. Wiki. Oké, okay. Sociaal. Kletsen. Welkom bij de tuinkabouters. Probeer een bijeenkomst te organiseren. Nee, ik wil nu geen bijeenkomst organiseren. Ik wil gewoon even werken aan mijn doelen. Zo, nou dat heb ze ook gedaan. Weer een nieuwe wens, een sim uitnodigen. Nou, dat gaan we nu eventjes niet doen. Wat we wel gaan doen, is de post halen. Hoeveel punten heb ik inmiddels? 910. Oké, we hebben de nieuwsbrief binnen. Waar staat hij? Hier staat hij. Nou, laat het maar lezen. Deze week ronden we de laatste details af voordat we klaar zijn om Ambrosia te maken. Je moet je vaardigheden op het gebied van koken en culinair koken verbeteren voordat je het gerecht volgende week probeert te bereiden. Dus week 6 wordt echt Ambrosia tijd. Nou, het was natuurlijk een beetje logisch als we de hele tijd werken aan de Ambrosia en dat week 6 de laatste week is. Het zat eraan te komen. Ja, we moeten dus werken aan koken en culinair koken, maar ik wil ook even werken aan de tuin. Moeten we hier nog voor de rest iets doen? Ja, we hebben al een... Oh ja, hier is de doodsbloem. Dit is de leliebloem. Dit is de leeuwenbekbloem. Kan ik deze nu enten, de lelie, met de leeuwenbek? Dan wordt dat, als het goed is, een orchidee. Oh, nu kunnen we lelie, orchidee en leeuwenbek eruit krijgen. Oké. Okay. En ik moest de appelboom enten met een kersenboom uit mijn hoofd, toch? Even gluren hoor, ik weet het niet meer. De appelboom. Ja, granaatappels met een kers. Oké, okay, dan gaan we deze appelboom gaan we nu enten.
Oh, dit is een appel. Dan gaan we deze kersenboom enten met een stukje appel. Ook goed. Dan wordt hij weer klein. Maar nu kunnen we er kersgranaatappel en appel uit krijgen. Verder alle plantjes, prima. Ik hoef niks water te geven. Je mag wel even tegen de plantjes praten, dat is wel goed. Oh, ik wil deze trouwens wel even onderzoeken. En deze onderzoeken. Want dan krijg je natuurlijk ook informatie over de granaatappel. En informatie over de orchidee. Want ja, die staan natuurlijk hier op dit moment nog niet in mijn lijstje. Dat wil ik wel. Oh, we moeten koken op niveau 10 krijgen. En culinair koken naar niveau 7. Weet je wat we dan gaan doen nadat ze dat heeft onderzocht? Waar was dat ook alweer? Zakelijk? Een vaardigheidsles bijwonen. Hoppatee. Jij mag even een lesje leren. Ik denk dat ik hem op koken doe, want die is 8. Dus die moeten we 2 niveaus omhoog krijgen. En hoe hoger het niveau natuurlijk, hoe langer die het duurt voordat je weer levelt. Deze moeten we naar niveau 7 krijgen. Zit al op 6. Dus daar zijn we dichtbij. Als ik gewoon haar 1 of 2 keer culinair laat koken. Of desnoods 1 keer een lesje doe. Zit dat wel goed. Kijk, ze is ook voor de rest helemaal blij. Dus helemaal perfecte gemoedstoestand. Perfecte behoeftes om nu naar school te gaan. Behalve dan dat het een hittegolf is. En dan ook nog een kookles, hè? Het zal lekker warm ook. Maar goed, dit is gewoon oefenen met die vaardigheden. En een jeugddrankje kopen is werken aan die wensen. Ja, dan wil ze met iemand praten en een sim uitnodigen. Misschien moeten we dat dan maar even doen. Dan kan ik dat eten wat we hier hebben staan. We hebben natuurlijk wat dingen in de koelkast staan. De pompoensoep en de culinaire vruchtencake die we toen kregen. Kunnen we eventueel op tafel zetten. Hoi, we hebben elkaar al een tijdje niet gezien. Zullen we iets afspreken? Ja, als ik terugkom van school, dan nodig ik jou wel uit. Dat vind ik goed. Verhelder in een college gehad. Nou, helemaal top. Jij mag even Björn gaan uitnodigen. Ja, hier, ik wou zeggen, die kenden we toch? Uitnodigen op huidige kavel. We doen jou ook wel uitnodigen op huidige kavel. Jij mag ook wel komen. Sergio mag wel komen. Jij mag ook wel komen. Nodigen gewoon even wat mensen uit. Kan ze misschien... Hallo? Dit is de voordeur. Dat is de broeikas. Dit is het huis. Lekker zomers lookje hoor. Kijk, die komt tenminste wel goed binnen. Praten over koken. Oh, zij gaat ook met de plantjes praten nu. En wel even feestje. Zal ik even dat eten ook meteen neerzetten? Meer keuzes. Openen. Kijk, zetten we die vruchtending neer. En de pompoensoep. Dus iemand die dat wil, mag dat pakken. Ik kan ook wel misschien... Misschien moet ik dit dan even hier neerzetten. Zo. Een groepsmaaltijd maken. Laten we een culinaire maaltijd maken voor de groep. En dan kan ik natuurlijk mensen aan tafel roepen. Dat is wel leuk. Wat gaan we maken? We kunnen zelfs taart maken en zo. Die lust ik zelf ook. En ondertussen gaat dit lekker. Een glas nectar drinken, ja, dat hebben we dan niet in huis. En enthousiast zijn over het buitenleven. Klik op een sim en selecteer enthousiast zijn over het buitenleven. Nou, we staan hier toch nog met jou te praten. Waar staat dat? Vriendelijk. Koetjes en kalfjes. Ik vind het aan de ene kant heel fijn dat we die categorieën hebben. Omdat het werd natuurlijk op een gegeven moment zoveel. Maar het is nu lastiger om een specifiek iets te zoeken. Ik kan wel enthousiast zijn over tuinieren en over koken. Maar niet over het buitenleven. Nou, leuk hoor, spel. Enthousiast zijn over het buitenleven staat er niet eens bij. Of moet ik op mezelf klikken? Ik zie het niet. Oké, ga maar even koken. Kan ik ook dingen weghalen? Nee, hè? Ga jij even koken voor iedereen? Dan denk je, enthousiast zijn over het buitenleven is zo'n simpele opdracht om uit te voeren. En we krijgen er 25 puntjes voor, maar ik kan het gewoon niet vinden. Zo. Kijk haar. Zo! Ik weet niet wat ze daar allemaal doet tijdens die vaardigheidslessen, maar ze gaat lekker vooruit. Vanmorgen nog gebrand, hè, bij die eieren. Aan tafel roepen. Het is wel leuk dat jij heel leuk alvast gaat eten. Kijk, iedereen mag wat pakken. Oh, hij gaat voor wat anders. Sommigen gaan liever voor de vruchtencake. Dit vind ik grappig, want als er één ding is waar Sims altijd moeilijk over doen, is het vruchtencake. Oh, zij neemt de soep. Hij neemt wel wat we nu net gemaakt hebben. Oké, nou jij zit nu met Björn, want die heeft een hele interessante keuze voor schoenen tijdens een hittegolf. Maar dit kan toch niet? Oh, je bent alweer weg. Nou, als je toch daar bent, mag je daar even plassen. Ben jij nou aan het flirten? Banale humor, een vieze grap vertellen. Al die categorieën ook, joh. Nou, jij wilde kletsen, hè? We hadden jou al een tijdje niet gesproken. We gaan even spierballen laten zien. Ja, ik vind het irritant dat ik het niet kan weghalen. Ja, we hebben dus geen nectar in dit huis. Ik zet dit even uit, hoor. Ik word er helemaal gek van. Oeh, ja, is niche. Enthousiast zijn over koken kan ik doen. Buitenhuis tips delen kan ik doen. We kunnen zijn gezichtsbaars. Goed zo, je hebt een baard.
Wat? Ik snap echt niet dat enthousiast... Ja, waar zou het staan? Hobby's, enthousiast zijn over koken en tuinieren. Maar niet over het buitenleven. Dit is toch irritant? Ik kan nu gewoon niet verder. Ik wil puntjes pakken. Oh, hij gaat er alweer vandoor. Oh, zij is de afwas aan het verzamelen. En hier, ja, hier is gewoon werk aan die kookvaardigheid. Oh, jij gaat er ook vandoor. Weet je, dan zetten we dit allemaal lekker in de koelkast voor een andere keer. Jij komt hier bij de wc staan. Wat kom jij doen? Met Sergio kletsen. Zullen we dat even hier doen? Oh. Nou, het was een kort feestje. Iedereen is er vandoor. Het is ook wel warm, hè. Nou, ik ga gewoon lekker makkelijk doen. Hoppatee, nog een vaardigheidsles. Pakken we nu culinair koken. Die arme sim van mij. Hoppatee, ze heeft niveau 7 gehaald. Ze kan nu zelfs kreeft tortellini en gegraniteerde kreeft bereiden. Dus culinair koken zit nu op 7. Ze moet dus een keer zo'n maaltijd maken. Dat kunnen we dan binnenkort even doen. En we moeten dus gewoon echt werken om niveau 10 te halen. Maar zij komt nu terug. Ze wil zelf naar bed. Dat is goed. Ga jij maar lekker slapen. Wat wel fijn is dat ze nu slaapt, is dat al die wensen zijn nu allemaal weg. En dan hoop ik dat als ze wakker wordt, dat we dan gewoon nieuwe wensen krijgen die wel uit te voeren zijn. Want dat zou wel fijn zijn. Het is denk ik wel haar favoriete week. We hebben week 1 tot en met 4 al gehad, maar week 5 gaan we echt spelen met wat zij wil doen. En we hebben inderdaad nieuwe wensen. Oh ja, in een struik. Oké. En een maaltijd koken. Nou, dat komt mooi uit. Het is ochtend. Zo te horen regent het. Het is nou niet echt bepaald het weer om oh ja te doen in een struik. Maar ik zal de struik maar alvast even aanschaffen. We hebben de natuurlijke openluchttoilet. We hebben de losbandige struik voor wolven. En we hebben de natuurlijke verlichting. Ik vind deze... Oh, we hebben er nog meer. De losbandige struik, die heeft rode bloemetjes. En de nette struik. Ja, wat is leuk. We gaan even de struiken beoordelen. We hebben die. Nee, die doen we niet. We hebben die. Vind ik al meer in dit gebied passen dan deze. Dan hebben we die. En die. Om ons heen kijken hoor. Ja, ik ga voor die linker. Ik vind die wel mooi. En die zetten we hier in het hoekje. Zo, we pinnen hem vast. En ze heeft honger. Dus ja, laten we een culinaire maaltijd koken. Want die is nu hoog genoeg. Doe maar een portie groente tempura. Het is ook echt nog niet eens 6 uur 's ochtends. Hè? Ik weet het niet hoor. Maar dit is eerder een tijdstip dat ik net in bed lig. Dan dat ik net mijn bed uit ben. Zo. Nou, zij heeft er ontbijt. En wij hebben puntjes. We hebben eindelijk puntjes. En wat hebben wij vrijgespeeld? We hebben een mannenshirt vrijgespeeld. Beetje een westernachtige look. Oh, daar kijk, die freezer buddy staat er ook op. En wat is onze volgende stap? Een vruchtendrankje. Nou, jij mag even eten. Wat wil ze doen? Weer een sim uitnodigen. We blijven een beetje bezig, hè? We kunnen ook iemand anders uitnodigen. Ik hoop niet dat er nu op dit moment veel sims aan de dood gaan zijn. Maar dat hij gewoon langs kan komen. Ja, en als je dat gedaan hebt, mag je terug naar boven komen. Ga maar hier zitten. Want dan hoop ik eigenlijk... Ja, dit moet ik eigenlijk even ook erin verwerken. Dat... Ja, joh, zit het daar neer. Is Hein er al? Ja, hij is er al. Komt-ie hoor. Hallo, Hein. Daar is hij. Ja hoor. Are you kidding me? Enthousiast zijn over buitenleven. Daar is hij. We hadden gewoon Hein moeten uitnodigen gisteren. Ik denk dat de rest van de visite wel er meteen vandoor was. Ik zet deze wel even uit. We gaan even gezellig dingen met Hein doen. Het is wel echt prut weer, hè? Laten we bewondering uitdrukken. Buitenhuis tips delen. Niet dat hij er wat aan heeft verder. Een dramatisch verhaal vertellen. Wat vinden we nog... Vraag hoe de dag was. De dag is net begonnen. Maakt niet uit. We gaan het gewoon vragen. Hij is nog steeds een jong volwassene. Omhelzen. Zou hij dat wel goed vinden? Vorige keer gingen we niet zo lekker, hè, toen we de eerste kus deden. We kunnen wel misschien een dappere versiertruc doen. Want ze is nu wel zelfverzekerd. Dus dat er iets gaat lukken. Dat, Ik zag hem omhoog gaan. Favoriete recept bespreken. Gaan weer een beetje flirten. Ik vind dit toch een gek iets hoor. Een gewaagde vraag stellen. En dan doen we na die gewaagde vraag meteen de versiertruc. Het is een plezierig gesprek. Hij is ook flirterig. Hein is flirterig. Misschien dat het vandaag wat succesvoller zijn dan de vorige keer. Oh. Hein. Wat ben je moeilijk. Slimme vrienden zijn goede vrienden. Zo te zien heeft Willow zojuist een vriendschap gesloten met een intellectueel...
intellectuele sim. Deze sims zetten zich graag hun brein aan het werk. Zo houden ze van inzichtelijke bezigheden of brengen ze het weekend graag door met een goed boek. Wat voorkeur betreft zou je zeggen dat Willow van intellectuele sims houdt. Laten we maar zeggen ja. Nee, we gaan nu niks onderzoeken. We gaan, ja, Hein onderzoeken. Enthousiast zijn over koken. We moeten even die band. Vraag om oh ja partners te worden. Zou die daarop ingaan? Het is wel ongemakkelijk. Maar zij is zelfverzekerd. Hij is zelfverzekerd. Het is wel een vriendschappelijke optie. Het is geen hartjesoptie. Hey Hein, wil jij Friends with Benefits worden? Oh. Nee? Nee? Krijg ik geen melding, pop-up of iets? Excuses aanbieden. Laten we dat maar doen. Afgewezen, oh ja, partner. Oh, nee. Nou, hij heeft onze excuses in ieder geval geaccepteerd. Dat is heel fijn. Maar dit is gewoon even vervelend. We zitten 6 uur lang met deze beschaamde emotie. En we zitten ook nog eens 3 uur lang met die. En dat heeft hij natuurlijk ook. Wat zijn de gevoelens verder? We zijn wel hechter door quality time. En we hebben leuke herinneringen. Maar ik weet niet wat het is op het andere gedeelte. Aantrekkingsniveau. Aantrekkelijkheidsniveau uitleggen. Jouw aantrekkingskracht tot mij is neutraal. Ik weet niet waarom je dat moest uitleggen. Maar bedankt, denk ik. Oepsie. Laten we dan maar een ongelooflijk verhaal vertellen. Even doorgaan op die zelfverzekerdheid die ze heeft. Het is echt prut weer, hè? Mal gedrag een impressie doen. Oké, het gaat al wat goed. Het gaat al wat beter. Praten over koken. Ja, daar houdt ze natuurlijk van. Grap over ingenieurs. Vraag of Sim vrijgezel is. Over de onweersbui praten. Gisteren hadden we hittegolf, hè? En nou hebben we echt onweer. Over de beste aas praten. De kwade krachten hebben geen tijd en aandacht voor romantiek. Wat een stomme vraag, zeg. Oké, zullen we weer heel voorzichtig gaan proberen? Oké, dat vond hij wel weer leuk. Oké. Maar hij kwam als een gewoon plusje. Hij kwam niet als een hartjesplusje. Oh, daar is het hartje. Over het warme weer praat. Hij is... Magere Hein heeft de comedyvaardigheid. Oké. Zwarte humor zeker. Net als Annette. Die was er ook heel erg van. Oh, het cuisine bespreken. Gaan we weer een beetje flirten. Misschien genegenheid. Oh ja, we kunnen wel weer een bloem geven. Laten we een Margriet geven. Bewondering uitdrukken. En dan weer een beetje flirten. Het is weer een plezierig gesprek. Dat vindt hij dus ook. We zijn net goede vrienden geworden. Kijk. Kushandje geven. We hebben romantiek niveau 3. Oké, nou gaat het de goede kant op. Telefoonnummers uitwisselen. Ik vind het zo gek iets. Niet dat we hem daarna kunnen bellen. Zullen we die vieze handen maar vasthouden? Misschien dat hij dat nu eerder accepteert dan dat we meteen weer voor die kus gaan. Kijk, we gaan nu wel al beter. Die handjes. En waarom pak jij nu weer je size? Niet weggaan hoor. Niet weggaan. Ja, ik durf die eerste kus nog niet. Wacht, we kunnen wel. Ik zag hem staan. Daar. Dappere versiertruc. Sissy, kijk. Ziet het helemaal zitten. Oh. 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 Romantische tevredenheid. Ik zie een nieuw icoontje. Die ken ik nog niet. Het komt natuurlijk waarschijnlijk uit stapel verliefd. En daar heb ik nog helemaal niet mee kunnen spelen. Willow en Magere Hein hebben nu een sterke romantische relatie. En zullen nu elk onafhankelijk romantische tevredenheidsniveaus hebben. Een hoog romantische tevredenheid zal het onderhouden van een romantische relatie gemakkelijker maken. Een lage tevredenheid maakt het onderhouden van een romantische relatie moeilijker. Het is wel zo'n lekkere tongbreker, hè, die tekst. Oeh. Oh, ik zie dit ook vullen. Oh. Over wensen fluisteren. Oh ja, maar haar wensen zijn dus iemand uitnodigen en oh ja, in een struik. Dus zij is nu aan het fluisteren tegen Hein. Hey Hein, weet je wat ik zo graag zou willen doen? Zullen we nu voor de eerste kus gaan? Nou, moet het wel komen. Nu moet het. Daar komt hij. Daar komt hij, jongens. Woe! Oh, hij speelt viool. Het is voor Hein ook zijn eerste kus. Oh. Nou gaan we meteen zoenen. Hoppatee. Gooi hem er maar bovenop. Dit is nog even. Die bal moet iets verder omhoog. Ik durf die nu niet te doen.
verleidelijk fluisteren. Een sexy pose. Kijk, zij is nu heel flirterig. Aantrekking bekennen. Kunnen we die andere balk nog zien? Ik zie wel een roze rand eromheen. Net heeft hij nog tegen haar gezegd, ja, ik heb geen tijd voor romantiek en zo. Gepassioneerd zoenen. Een massage aanbieden. Woe! Nieuwe romantische dynamiek verhit. Het is hier vreselijk warm. Buiten niet, maar binnen wel. Willow en Magerhein lijken hun handen niet van elkaar af te kunnen houden. Romantische partners met de verhitte romantieke dynamiek neigen naar romantische omgang met elkaar. Met name fysieke intimiteit. Zou de romantiek tussen Willow en Magerhein als verhit omschrijven? We zeggen gewoon ja. Vragen om te knuffelen. Oh. In deze toestand zal hun romantische relatie in de loop van de tijd automatisch langzaam toenemen. Omdat ze dus allebei tevreden zijn. Je moet nu niet... Ik zie die zijs weer. Elke keer als je die zijs pakt, denk ik, hij gaat zo weg. Je mag nog niet... Beeldtik! Doe de beeldtik. Woe! Het is een heet gesprekje. Weet je, het is tijd. We gaan gewoon, oh ja, met Magerhein in de struik. Kijken of je erop inraadt. Weet je die wens nog, Hein? Die wens van net. Het regent echt als een malle. Maar er gebeurt niks. Kom op, ik weet dat het regent. Nee, kom op. Is het echt vanwege het scheidweer? Morgen is het droog. Maar ja, dat is morgen. Kom op, daar word je lekker nat van. Dan glibbert het beter. Die balk is wel helemaal een tedere halskus. Welke hals? Als ik nou dat ding binnenzet, hè? Zo. Oké, struik is nu binnen. Let's try again. Gaan we nu wel? Nee! Wat is het? Hein wil gewoon niet in de struik. Nou, dan gaat de struik weer naar buiten. Tot een ander slachtoffer vinden. Alleen Hein mag er dan niet achter komen, hè? Want dan wordt hij boos. Zo boos! En gewoon, oh ja, doet hij dat wel? Nee, Hein heeft er gewoon geen zin in. Oké. Okay. Nou, dan gaan wij even plassen, afwassen. En ja, misschien moet ik er even naar weer een lesje sturen. Want ik denk wel dat het tijd is om weer verder te gaan met die vaardigheden. Koken moeten we hebben, want culinair zit wel hoog genoeg op dit moment. Maar gewoon koken moet naar niveau 10. Dus ik ga jou gewoon nu even naar de cursus sturen. Oké, zij is weer terug thuis. Hein is inmiddels vertrokken. Ik weet niet of het een bug is, want in principe moet het Oya het gewoon doen. Dat is wel vervelend. Ik wil haar wens laten uitkomen. Maar we hebben ook nog een andere wens dat we iemand moeten uitnodigen. Dus laten we gewoon een tweede romance... Het is eigenlijk heel slecht hè, dit. Lekker voorbeeld ook. Laten we hem uitnodigen. Uitnodigen op de kavel. En dan mag je daarna even koken. Groentedumplings. Bedankt voor de bangmakerij. Hier heb je een cadeau. Kers. Hè? Heb ik hem niet uitgenodigd? Heb ik wat anders gedaan? Oh, hij staat daar. Laten we culinaire gerechten bespreken. Weet je, ik woon hier hè. Kunnen we je niet roepen of zo? Zeker te ver weg. Je bent in het verkeerde ruimte. Oh! Zag je hem daar achterin slaan? Oh, hij komt eraan. Al die dingen van Hein blijven nu ook staan. Dit is wel irritant. Ik denk dat er echt een bug mee is. Laten we een grappig verhaal vertellen. Laten we hem opfleuren. Laten we over het warme weer praten. En roddelen. Kijk, het is een plezierig gesprek. Favoriete recepten bespreken. Wat wil ze nou weer? Oh, naar een kookprogramma kijken. Een diepgaand gesprek. Nou, interesses bespreken. Ja, ze is met hem. Heeft ze wel een aantrekkingskracht, toch? Ook al is hij... Kijk, hij is ook met iemand anders. Maar ze hebben een goede match met elkaar. Compliment geven over uiterlijk. Dat kunnen we bij hem wel oprecht doen. Hein heeft natuurlijk een uiterlijk waarvan je denkt... Wat is zijn uiterlijk eigenlijk? Het is één groot schaduwgeval. Je ziet niks. Oh. Hij is onder de indruk hoor. Praten over dromen. Gaan weer een beetje teasen. Een versiertruc. Zij is heel geïnspireerd. Zo. Oh jee. Onze buurt is een beetje smoeselig, vind je niet? Ik wilde wat aan recycling gaan doen om mijn steentje bij te dragen. En jij, is dit misschien ook iets voor jou? Ik weet het niet. Ik weet dat het lastig is om uit te vogelen wat we gaan doen. Maar we kunnen het toch proberen? We moeten in ieder geval proberen. Ik moedig je aan om een recycler voor je huis te kopen. Ik wil eerder dat je eigenlijk andere dingen aanmoedigt. Nee, geen dutje doen!
Nee, jou nemen niet op. Even kijken. Vragen voor een verleidelijke dans. Zou die erop ingaan? Oh. Oh? Bedankt voor de bangmakerij. Hier heb je een cadeau. Wat stuurt iedereen mij op? Oeh, daba. Flirten. We hebben ook geen muziek verder, hè? Dit is totaal niet awkward. Maar het gaat wel goed met dat hartje. Oh, en ze is moe. Oh! Hij heeft wel moe. Oh, zij ook. Kijk die bodyroll. Kijk die heupen gaan. Oh, als hij dit wist, jongen. Oh, allebei onze zielen werden opgehaald en gebracht naar de hel. Naar, oh ja, interesses vragen. Kijk hem zitten. Ga er dan naast zitten. Ik wil dat je naast hem gaat zitten. Krijgen wij zijn, oh ja, interesses ook te zien? We zijn erachter gekomen. Oh, en we hebben een boek van hem gekregen. Oké. Oeh. Oeh. Lieve woordjes verluisteren. Romantische interesses vragen. Oh, Kasim valt voor Willow en wil haar vragen of ze geïnteresseerd is in de relatie. Ik twijfel zo hard. Weet je, we doen het gewoon. We kunnen het altijd nog uitmaken. Willow en Kasim hebben een sterke romantische relatie. Maar hij... Oké, wacht even. Dit is nu de situatie. Waar zijn die mensen? Dit is de situatie. Zij is de hele dag bezig geweest met Hein. En niet alleen in deze week natuurlijk. We hebben in de eerdere weken ook al een beetje zitten flirten. We hebben toen ook al een keer de eerste kus geprobeerd. We waren toen keihard afgewezen. Maar nu is het wel echt serieus. Het is gewoon balen dat met Hein was er die rare bug. Dat het gewoon niet lukte om oh ja met hem te doen. En toen dacht ik, dan gaan we verder met de wens van Willow. En dan nodigen we iemand anders uit. En die is gewoon getrouwd. En nu hebben we een romantische relatie. Ik snap alleen niet. Hebben ze dan nu ja verkering of zo? Want zij staat er voor de rest nu niet bij. Er staat gewoon alleen dat hij getrouwd is. Met die ander. Eerste kus. Ik voel me aangetrokken tot vrouwen. Kasim is zojuist de partner van Willow. Oh, staat het er nu wel bij? Nee, het staat er nog steeds niet bij. Ik snap er helemaal niks van, jongen. Oh! We zaten en toen stonden we weer. Zij staat nu vast in de hoek. Godzakken, dit is spel, jongen. We hebben de bank naar buiten. Zullen we even met hem ook mijn wens bespreken? Hé, weet je, ik zou heel graag iets willen doen. Oh, wat wil je doen? Zoenen. Nou, dat komt mooi uit. Dat gaan we doen. Willow begint zich een expert in flirten te voelen. Diep van binnen is ze misschien wel een romanticus. Nou, nee. Kijk, nu kunnen die tedere halszoen wel eens goed zien. Oh ja, de struik! Oh ja, de struik! Ja, het is verhit. Gaan jullie wel? Oh, oh, zij gaan wel! Ondanks dat het onweer is. Oeh! Oké, okay. Ondertussen even de bank weer terug binnen. Dus niet iets wat ik echt bepaald in gedachten had met oh ja, dus daar ook echt 11 uur 's avonds regen, onweersbui en dan gaan ze nu dit doen. Terwijl, er is binnen gewoon een douche. En gewoon een comfortabel warm bed. Wel even een wens vervuld. Woehoe! Oh, en dan mag je daarna weer terug naar binnen rennen. Oh! Oh. Vuurwerk en onweer. Het spettert er vanaf. Ja, ren maar weer terug naar binnen. Niet weer op je plaat gaan. Nee, dit is de verkeerde binnen. Je woont hier. Hallo, wat ga je nou doen? Je wil hem nog een keer zoenen. Oké, okay. Gepassioneerd zoenen. Is dat ook goed? Ja, dan pakt hij hem ook. Wil je nog iets met hem? Nee, dan is het denk ik tijd om wel naar bed te gaan. Want het is bijna middernacht. En jouw energie zit dik in het rood. Deze sim, jongen. Het is 6 uur 's ochtends. Dus zij komt er bed weer uit, hoor. Ja. Ik wilde haar churros geven. Daar. Een enkele maaltijd. Want dan kunnen we weer even verder werken aan die vaardigheid. Die mag je zo meteen opruimen. Nou, lukt niet. Dan ruim ik hem wel op. Ik zie hier 2 dingen in het geel. Nou, heeft deze opeens de roze balk. En bij Hein is die weg. Oké, okay. Wat zijn jouw wensen vandaag? Een plant oogsten? Nou, dat moet wel lukken. En op vakantie gaan? Nee joh, daar hebben we geen tijd voor. Alles oogsten, kijk. Kijk, we hebben kookniveau nummer 9. We komen dichterbij. We kunnen nu een kip, roerbakschotel en kiopino maken.
En we kunnen andere Sims kooktips geven. Die mag je zo meteen even opruimen. En dan kunnen we even kijken. Moeten we nog verder iets met de plantjes doen? Oh, we kunnen die ontwikkelen. Ja, die natuurlijk niet. Kunnen we verder nog iets? Nee. Hoe gaat het hier? Dit is allemaal prima verder. Alles water geven lijkt me ook een goeie. Hier, deze moeten we wieden. Ik zie het al. Het gebied wieden. Maar kunnen we hem voor de rest... Oh, ik hoorde dat jij en Kasim nu vrienden zijn. Oh nee, oké. Dan dat is prima. Dat mag je weten. Kunnen we verder nog een plantje ontwikkelen? Oh, ik moet wel goed klikken. Nee, oké. Okay, alleen die ene die buiten stond. Dat is nou weer jammer. Dan ga ik jou cursus sturen. Je hebt al nog een klein beetje trek, terwijl je net hebt gegeten. Dus ik ga je nu gewoon naar die cursus sturen. En als je terugkomt, mag je gewoon weer wat maken. Want dan heb je vast wat meer trek nadat je les hebt gehad. Dus we sturen jou weer op koken. Niveau 10 is ook zo pittig, hè? Maar we zijn er bijna. We zitten nu op niveau 9, halverwege. Dus jij mag een lekkere brunch voor jezelf gaan maken. Wat zal ik nu eens doen? Deze Birmese samosa soep. Een soepje. En als je daarmee klaar bent, dan wil ik dat je dat voor de televisie gaat kijken. En niet daar aan je eettafel. Want hier hebben we er wat meer aan. Dan heeft ze nu gekookt. Gaat die omhoog. En dan tijdens dat ze aan het eten is. En ze haar maag aan het vullen is. En dus de hongerbalk aan het oplossen is. Kijk, zijn we ook meteen bezig met de kookvaardigheid. Kijk hoe goed die gaat. Ik denk dat ik zo meteen haar dat boek laat lezen nog. We moeten ook nog kooktechnieken onderzoeken. Even kijken. Klik op de computer. Oh, Sims kunnen deze interactie ontgrendelen door hun kookvaardigheid te verbeteren. Naar nieuwe recepten zoeken. Oké. Ga ik jou zo meteen eigenlijk eerst even achter de computer zetten. Want dat vind ik wel een goeie. Hier staat ook weer een glasje. dat mens laat overal vaat achter. Even kijken. Het web. Oh, daar. Ga jij even naar nieuwe recepten zoeken. Zal ze dan ook echt daadwerkelijk nieuwe recepten leren? Kijk dat plaatje. Dat hartje zo met die linkbroodjes. Wat een goeie. Puntjes erbij. En een nieuwe kikker verzamelen. Nou, dat hebben we in no time gedaan. Want we hebben een hoop. We hebben de gestreepte hartkikker, de zonnebloemkikker, de gestreepte auberginekikker, de auberginekoelkikker, de tijger. We gaan de tijgerkikker volken met die. Nou, ik heb er geen nieuwe van, maar hij pakt hem voor de puntjes. Een vriendschap sluiten en nog steeds die vakantie. Daar heb ik dus geen zin in. Hoeveel punten hebben we inmiddels? Oh, we komen in de buurt. 1260. Ik kan er ook even een dutje laten doen, hè? Werkt dat? Als ze slaapt, dan... Ja, kijk. Top. De dromen zijn weg. Of de wensen zijn weg. Word maar weer wakker. En we... Nee, we hebben dezelfde. Ik dacht, yes, ik heb de truc gevonden. Ik heb de loophole gevonden. Maar nee. Nou, dan gaan we even dat boek lezen. Dat werkt ook goed voor en de gewone kookvaardigheid. Maar dus ook de culinair kookvaardigheid. En daarmee vermoed ik dat we die in week 6, de laatste week, ook op 100% moeten gaan hebben. Dus ga maar even aan de slag daarmee. Vissen gaat ook omhoog. Niet dat we daar nog iets mee moeten doen. Vermoed ik. Hé, ik wil koken. Ga eens verder. Hè? Hij is gestopt met koken. Hij pakt alleen nog culinair koken. Het is waarschijnlijk zo'n boek dat het maar tot een bepaald niveau haalt. Hebben wij een kookboek dat hoger zit? Niet in mijn zak. Ik kreeg wel 2 keer deel 1 gekregen. Dat je echt denkt, ja, daar hebben we wat aan. Eentje kunnen we wel verkopen. Weer wat geld. Maar ja, we hebben dus niet... Ik vermoed dat we nu niveau 3 moeten hebben voor de kookvaardigheid. Ga dan maar gewoon naar dat programma kijken. Ondertussen zit ze op de telefoon. Hier een drankje kopen. Daar moeten we dus die puntjes voor hebben. Laten we dan iemand uitnodigen. Ze wil om de zoveel tijd iemand uitgenodigd hebben. Laten we Wiki... die naam, jongen. Ik moet even denken aan Wikipedia. Wiki Elika Pika. Magrijn belt. Wil je op afspraakje gaan? Weet je wat? We doen het gewoon. Sorry, Wiki. We hebben je uitgenodigd, maar we zijn zelf niet thuis. Misschien krijg ik dan ook nieuwe wensen, omdat we nu... specifiek op een date zijn. Moeten we alleen die andere sim niet tegenkomen, hè? Een afspraakje. Een drankje pakken. Kijk, dat kunnen we doen. Laat hem eerst even begroeten. Oh ja, en een bubbel. We hebben hier een bubbelbad. We gaan het gewoon doen. Misschien dat die bukker nu uit is. Hij gaat mee. Ik denk dat het thuis gewoon, misschien ook door de onweer hoor, dat het spel gewoon even dacht, nee. Maar vooral, hoe gaat hij eruit zien? Kijk, zij heeft een mooie badpak. Hij gaat gewoon met gewaad en al erin. Waarom gebeurt er nu niks? Waarschijnlijk omdat we op een openbare locatie zijn. Mag ook niet, hè? Kan ook niet. Oké, doe maar een drankje bestellen. Favoriete drankje bestellen. Oh, wat is dit voor afspraakje?
Hein is weg. Oké. Heb je nou al een drankje? Ja, je hebt je drankje. Nou, we moesten de vriendschap sluiten en naar de muziek luisteren. Waar is de muziek? Ik hoor namelijk wel muziek. Hier, luisteren. Wat is jouw favoriete drankje? De aardbeiennectar. Oh, dat lijkt me ook inderdaad wel lekker. Dat ik gewoon in de badpak. Iedereen staat een beetje met zijn rug naar elkaar toe. Kijk, we zijn nu met twee mensen aan het praten. Tips delen. Klop, klop, mop. Bang? Waarom ben jij bang? Wat is er aan de hand? Oh. Oh, oké, hoe laat het allemaal? Weet je, wij gaan ook naar huis. We zijn terug thuis, in onze badpak. Laten we ons even normaal aankleden. Het is warm weer, dus outfit wijzigen en dan je warm weer outfit. We hebben toevallig, Wiki is hier en een vampier is hier. Nou, zij is toch nog hier. Vraag hoe dag was. Oh, we gaan ook praten met de vampier blijkbaar. We moeten nog steeds een vriendschap sluiten. Die puntjes zijn zo laag. Oh, deze is nog 75. Die is iets hoger. Maar we gaan echt niet op vakantie hoor. Compliment geven over kleding kunnen we doen. Praten over dromen. Laten we een nieuw idee beschrijven. Tips delen. Je naam komt telkens ter sprake in de pub van Finchwick. Kom eens langs. Als het maar niet haar rare liefdesleven is. Even kijken. Vieze grappen vertellen. Klop, klop, mop. Carrière vragen. We moeten even die vriendschap pushen. Grap maken over politici. Over grootste vangst opscheppen. Culinaire gerechten bespreken. Oh, de wachtrij is vol. Zo hard ben ik bezig om een vriendschap op te bouwen. Oh, kijk. Maar ze houdt wel van comedy. Dus die grapjes die gaan wel goed vallen. Ze is werkloos. Vraag hoe dag was. Ik wil geen versiertruc doen. Ik wil grappig. Fijn dat mijn lama-grappen jou nooit vervelen. Een vieze grap vertellen. Doe dat maar. Waarom wil ze de hele tijd flirterige dingen... Oh, ze is wel heel speels. Dat is gevaarlijk. Dus... Nee, hallo, we zijn bezig. Het is nog niet eens 10 uur. Je bent niet een sim van mij, hè? Foto's delen. De enige foto's die ze ooit gemaakt is van plantjes, maar dat maakt niet uit. Ja, zo te zien heeft Willow zojuist een vriendschap gesloten met een romantiek liefhebber. Ja hoor. Nu zijn we vrienden. Helemaal top. We hebben weer puntjes erbij. Hoe gaat het met onze puntjes? 1385. We komen steeds dichterbij. Oké, dan mag je nu wel naar huis sturen. En dan mag je gaan slapen. Want je bent moe. En dan hoop ik dat we morgen op vrijdag niveau 10 gaan halen. Nee. En dat we het jeugddrankje kunnen gaan kopen. Het is een nieuwe dag. Een avondje stappen. Serieus. Nee, daar heb ik even geen zin in. We gingen gisteren al op date. En toen liet onze date ons in de steek. Waarschijnlijk is er iemand dood gegaan of zo. Dat hij daarom weg moest. Het is maar goed dat Sims 4 leven en dood binnenkort uitkomt. Want dan kunnen meerdere mensen magere Hein zijn als beroep. En dan kan je misschien wat vaker iets daadwerkelijk met Hein samen doen. Zonder dat hij constant ertussenuit piept. Maar jij mag even gaan koken. Want we zijn er bijna. Bijna hebben we niveau 10. Ja, ze moet wel echt even iets eten. Dan doen we iets simpels. Dan doen we even een fruitsalade. Ik hoop niet dat hij heel erg vult. Want dan wil ik haar daarna op cursus sturen. Kijk, we zitten op 80%. Wat zijn jouw wensen? Een struik bemesten en met Arturo kletsen. Als ik hem bel, telt dat dan ook? Waar staat Arturo? Die staat hier. Sociaal. Kletsen. Zou wel top zijn als dat werkt. Je wordt al een culinaire duizendpoten. Hebben we nou net niveau 10 gehaald? Heb ik het gewoon niet doorgehad? Je hebt alle vaardigheden en kennis verworven om ambrosia te maken. Helemaal top, joh. Ja, we hebben niveau 10 gehaald. Nou, dan hoef ik er niet meer op les te sturen. Die fruitsalade did the trick. Wat krijgen we nu? Het vreugdedrankje, het zachte frieskalet, de gemoedstoestandfixer en de spooksplitser. Een plakkerig brouwsel dat Sims in één slok een voorproefje van het hiernamaals geeft. Oké. Nou, die hebben we dus allemaal opgehaald. Dat betekent trouwens wel dat we natuurlijk een nieuwe erbij hebben. Wat hoor ik hier beneden? De douche is kapot. Ga maar repareren. Heb je meteen weer een vaardigheid erbij. Die leggen we daar neer. Daar is ons vrieskaletje. Zo. Weer eentje erbij. Ja, ze is nu met hem aan het kletsen. Maar ik weet niet of hij hem gaat pakken. Hij gaat hem niet pakken, dat is jammer. Dan mag je even deze bemesten. Hoef alleen nog maar puntjes. We zijn zo dichtbij. Oh, misschien kan ik hier ook nog wel wat doen. Fossielen verzamelen. Als we een derde fossiel verzamelen, daar krijgen we het ook wel puntjes voor, neem ik aan. Waar was die fossiel? Hier ergens, hè? Ja, kijk. Een fossiel. Neem ook meteen even een kikkertje mee. Ben jij nou... Oh, de handigheidsvaardigheid. Ik denk al, waarom zie ik een vis staan? En we hebben onderdelen voor de verbetering gekregen. Nou, helemaal top. Nee, we gaan even niet met jou kletsen. Ze gaat even haar eigen struiken... dingetjes doen. En uitstekend gerecht bereiden.
dat moet ons toch wel lukken? Ze is nu heel geïnspireerd. Dus dit is eigenlijk wel het moment om dat te doen, hè? Oeh. Als je geïnspireerd bent, kun je beter koken. Laten we nu dan een culinaire maaltijd doen. Want de gewone kookvaardigheid, die hebben we natuurlijk al op niveau 10. Een Caesarsalade. Wat kan er misgaan met een salade, zou je denken? We hebben een capsule opgegraven. Ik wil een fossiel. Ik wil geen capsule. Oh, alsjeblieft. Laat het een uitstekende maaltijd zijn. Is hij uitstekend? Hij is uitstekend! We kunnen nu Monte Cristo sandwiches maken. En ze kan geavanceerde kooktechnieken op de computer onderzoeken. Nou, je hebt geen honger. Het was alleen maar voor de puntjes. Wat wil je nou? Een vis vangen. Oh my goodness. Zijn we er al? Nee. Maar hoeveel puntjes is die? Als we de vis vangen, hebben we genoeg puntjes om het jeugddrankje te kopen. Laten we dan meteen met aas gaan vissen. We hebben 20 aardbeien, dus gebruik maar een aardbei. Kijk dan hoe mooi deze wereld opeens is, als het gewoon helder weer is. Ik heb in deze mini Let's Play serie voornamelijk regen en grauwe dagen gehad. Maar nu, in deze zomerse warme dag... Nou ja, koele dag. Deze zomerse koele dag ziet die wereld er best goed uit. Dit is geen vis. Vang een vis. Kom op. Je bent niveau 6. Nou moet je wel wat kunnen pakken hier, toch? De vorige keer was het ons niet gelukt. Maar toen was ze ook niveau 1. Nu is ze niveau 6. Nou moet je op zijn minste vis kunnen vangen. Ja? Laat het een vis zijn. Laat het een vis zijn. Het is een vis. Een baars. En dat betekent dat wij de puntjes hebben. We gaan het jeugddrankje kopen. Ik filter hem even op drankjes. We gaan naar de 1500. Daar staat hij. En we kopen hem. En nou hebben we een inspirerend drankje gekocht. Dat is het. Je hebt alle ingrediënten. Nu moet je alleen nog je kookkunst aanscherpen. Ik wist het. Culinair moet ook op 10. Wedden. Week 6. Culinair moet op 10. We hebben dus nu gewoon week 5 voltooid als het goed is. Week 5 is nu klaar. Volgende keer gaan we week 6 doen. Dan is dat dus de allerlaatste week van deze mini Let's Play. En dan gaan we dus echt ambrosia gaan maken. En ik vermoed dus culinair koken naar niveau 10. Dus dat is iets wat we dan gaan doen. Daarna wordt het echt tijd voor de Sims Your Leven en Dood. Maar eerst dus volgende keer week 6. Bedankt voor het kijken. Laat weten in de reacties wat je van deze bizarre video vond. En vooral de liefdessituatie waar Willow zich in deze aflevering in gewrongen heeft. Tot de volgende keer. Doeg!